zakken weer door. Dit is heen en terug. Alright. Nou, mijn naam is Margriet van Leeuwen. Ik ben psychiater bij Novaro, nu al sinds een jaar of 7. En ik ben gevraagd om wat te vertellen. En ik dacht het onderwerp met name over diagnostiek en ook over somatiek. Maar nou ben ik even benieuwd. Ik begrijp dat er heel veel juist psychologen in de zaal zitten. Maar zijn er ook artsen, bedrijfsartsen, huisartsen? Oké, nou fijn. Dus ik heb daar vooral eigenlijk mijn praatje op toegespitst. En de rest mag gezellig meeluisteren. Kan ik door? Nou was mijn idee om eerst iets over prevalentie. Nou, daar had je ook al wat over gezegd. Dus dat is de enige overlap verder over diagnostiek. Zeker nu er ook de DSM-5 is gekomen. Dat maakt toch sommige dingetjes een beetje anders. Hoe vraag je dat nou uit? Of iemand een eetstoornis heeft en voor de rest de somatiek. Maar ik dacht eventjes van tevoren horen, zijn dat ook dingen waar jullie naar benieuwd waren? Of zeg je van nou, ik moet in ieder geval, dat zou ik heel graag willen weten, want anders is het zonde als dat pas aan het eind aan het licht komt. Zijn er nog dingen dat jullie zeggen, nou dat mis ik? Van dit... Nee, nou mocht er onderweg iets zijn, en stel gerust vragen, ook tussentijds alvast hoor. Dan, nou, dit had ik ook ongeveer, dus dat komt heel overeen. Ongeveer 0,4% van de mensen heeft anorexia en iets van 1,5% bulimia. Dus dat komt relatief veel voor. Zeker ook wel als je het vergelijkt toch met andere psychiatrische stoornissen, is dat best wat. Daaronder even gezet van hoeveel herkent de huisarts. Nou, je ziet... Van de anorexia is dat nog wel de helft ongeveer, maar van bulimia is het maar een fractie. He, dus het wordt toch heel lastig herkennen als iemand een normaal gewicht heeft. En daarvan wordt dan nog weer een deel verwezen. Nou, dan eventjes de prevalentie van overgewicht, maar dat komt waarschijnlijk bij jouw praatje ook wel. Dus daar kan kort over zijn, het komt natuurlijk steeds meer voor. En wat ik vond over de binge eating disorder is ongeveer 2,8%. Maar de meeste onderzoeken komen uit Amerika en daar is natuurlijk prevalentie wel hoger. Maar dit was wel van Europa. Ik weet niet of dat te lezen is trouwens. Waarschijnlijk niet achterin. Hè? Er staat van over de DSM. Ik werk mee aan de herziening van het handboek voor de psychiatrie, zegt Sigmund. Was dat nodig? Ja, de afgelopen jaren hebben we veel succes gehad met ADHD, autisme. Maar er zijn altijd nog miljoenen mensen die we niet bereiken. Met de nieuwe diagnose ANS hopen we dat gat te dichten. ANS, vraagt die mevrouw. Acting Normal Syndrome. Dan even dus over anorexia, bulimia en eetstoornis NO. Dat is hoe het in de DSM-4 staat. En dat zegt hij van dokter Sigmund, als het nieuwe editie van het psychologenhandboek DSM in gebruik wordt genomen, zal normaal gedrag steeds vaker als een stoornis worden gezien. Ja, het is me wat, hè, zegt hij. Ook wat bubbels. Hij vindt het natuurlijk groot succes. Anorexia, en dan heb ik, de DSM-4 heeft dus eetstoornis NO en in de DSM-5, de verschillen komen zo op de volgende sheet, bestaat eetstoornis NO, dat betekent niet anderszins omschreven, die bestaat niet meer, die hebben ze weer opverdeeld. En voor anorexia nervosa is de DSM-5, zijn ook een paar veranderingen, daar kom ik zo op. Wat je in ieder geval moet hebben is toch een significant laag gewicht. Vroeger was dat 85% van je oorspronkelijke gewicht. Nu gaat het gewoon om een significant laag gewicht. Obsessieve intense angst om aan te komen en een stoornis in de lichaamsbeleving. En je kan het dan weer specificeren van of het purgerende type is. Dus of je braakt en laxeert erbij. Want dat kan natuurlijk. Hè. Mensen kunnen en anorexia hebben, maar toch in periodes ook nog af en toe een eetbui. En daar bijvoorbeeld bij braken. Of gewoon naar normale maaltijd braken. Of het restrictieve type dat alleen maar zich beperkt. Bulimia, dan gaat het om de eetbuien. En een eetbui betekent dat je echt onevenredig grote hoeveelheid, wat een ander echt niet in dat tijdsbestek zou kunnen eten, dat je dat eet. Waarbij je ook controleverlies ervaart. En vervolgens achteraf dat wil compenseren door bijvoorbeeld overmatig bewegen, door braken, laxeren enzovoort. De nieuwe DSM-5 is dat er nu één keer per week eetbuien. Dat was twee keer per week.
En ook hier bij bulimia is eigenlijk de dynamiek over het zelfbeeld is wel vergelijkbaar. Omdat je ook je hele zelfbeeld hangt heel erg af van hoe jij je lijf ziet, zeg maar. En nieuw ook in de DSM-5 is dat die stoornis als iemand anorexia heeft en dan weer een periode, bijvoorbeeld eetbuien, braken, minimaal 1 keer per week, dan zeg je niet opeens, oh, de anorexia is nu bulimia geworden en oh, nu krijgen we weer een restrictieve periode, nou is het weer anorexia. Ze zeggen gewoon, dan is het gewoon anorexia. En dat vind ik ook wel weer verhelderend, want anders dan zou het heel raar, wat Elske ook al zegt, dan gaan mensen dus allemaal, dan heb je een periode anorexia, dan weer bulimia, dan weer eetstoornis en oh, ja, dat is raar, je hebt gewoon een eetstoornis. Dus de grootste verschillen, zeg maar, zijn, aangezien we natuurlijk vanaf januari eigenlijk met de DSM-5 werken, is dat het niet hebben van menstruatie is eruit gehaald. Mede omdat gewoon heel veel mensen aan de pil zijn, dus dat zegt helemaal niks. En bij jongens zegt dat sowieso al helemaal niks. Dus dat hebben ze eruit gehaald. En een verschil is dat ook als jij zegt van, ja, maar ik zie mezelf wel als te dun hoor. En eigenlijk, ik wil heel graag aankomen. Maar ja, het lukt me gewoon niet. Dan zou je op zich denken, ja, weet je, ze ziet dat ze dun is. Ze wil aankomen. Eigenlijk voldoe je dan niet aan de criteria van anorexia. Maar, zegt de DSM-5, ja, ook al is dat het geval. Als jij toch het je maar niet lukt om aan te komen. Dan doe je blijkbaar toch daar iets in. Dus ze zeggen, eigenlijk heb je dan dus wel anorexia. Hè? We hebben ook mensen die komen met een BMI 14 binnen en die zeggen, ja, maar ik zie ook wel hoor dat ik dun ben. En ik heb het echt wel geprobeerd om aan te komen. Maar eigenlijk onderliggend hebben ze het niet echt geprobeerd, omdat ze eigenlijk dood, ja, toch wel heel erg bang zijn om aan te komen. Die frequentie dus van de bulimia is naar beneden. En nieuw dus in DSM-5 is de eetbuistoornis, waarbij je dan ook 1 keer per week een eetbui moet hebben. Met de enige verschil met bulimia is dat je dus niet compenseert. En extra, dus de NAO-groep eigenlijk, is een andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis. En dat kan dus zijn, bijvoorbeeld, je hebt het nachtelijk eetsyndroom, kan daaronder vallen. Er zijn mensen die 's nachts hun bed uitgaan en dan heel erg eetbuien hebben. Er zijn mensen die bulimia hebben, maar dan net niet 1 keer per week een eetbui, maar 3 keer per maand. Dan zeg je van, dan is het een andere gespecificeerde voedings- of eetstoornis. Als het dus net niet eigenlijk een van de andere diagnoses is. En dan beschrijf je dus ook wat er mist om die diagnose, waarom die niet hebt. Als je echt niet helemaal weet van, ja, het is een eetstoornis, maar ik snap niet helemaal hoe het zit, maar ja, ik vind het toch wel dusdanig ernstig dat ik er met de DSM iets mee moet, dan zeg je ongespecificeerde voedings- of eetstoornis. En dan heb je nog een nieuwe, dat is de vermijdende restrictieve voedselinnamestoornis. Daar kom ik nog op. Want dat kan best iets zijn wat jullie wel zien. Dit even ter verdeling. Dat is nog vanuit de DSM-4, want er is nog geen onderzoek voor DSM-5. Dat eigenlijk de helft van de mensen had dus een eetstoornis NAO. Het rode stukje is bulimia en blauw is anorexia en paars is de binge eating. En mede hierdoor hebben ze bij de DSM-5 gezegd, eigenlijk moet die frequentie van die eetbuien terug enzovoort. Dat je toch hopelijk meer mensen gewoon kan zeggen die heeft bulimia of anorexia. En niet dat iedereen de vergaarbak anderszins omschreven heeft. Dan deze, ik zal het even voorlezen. Een jongen, 24 jaar, verwezen in verband met sinds 2010 bestaande dyspepsie. Maagklachten, buikklachten, waarvoor hij allerlei somatisch onderzoek al heeft gehad. Maar daar kwamen eigenlijk geen afwijkingen uit. Hij braakt niet, laxeert niet, beweegt niet overmatig. Dus ja, hij ziet ook wel dat hij is afgevallen met een BMI van 15,6. Dus hij ziet ook wel dat hij mager is en dan wil ik graag aankomen. Maar ja, het lukt niet, want dan krijgt hij steeds weer die maagklachten. De internist had hem ook gezegd, ga nou gewoon kleine beetjes over de dag eten. Dus dat had hij gedaan. Maar inmiddels was hij zoveel op allerlei eten gaan letten, dat hij maar bleef afvallen. Dus dat is misschien ook wel iets wat jullie in de praktijk kunnen tegenkomen. Waar je denkt, ja, is dat nou een eetstoornis? Is dit dan wat je noemt die restrictieve voedselvermijdingsstoornis? Is mijn idee in ieder geval. Want er zijn mensen die, zeg maar, hier is dat bijvoorbeeld duidelijk gebrek aan interesse in voedsel. Dat kan, dat sommige mensen zijn er ook die vergeten gewoon te eten. Of die zeggen, ja,
ja, ik val af, ik kan er niks aan doen. Ja, ik ben BMI 14, maar ja, het lukt me gewoon niet om te eten. Of dat ze het vermijden vanwege de sensorische kenmerken, maar dat kan dus ook. Of de aversieve gevolgen. Bijvoorbeeld als je er steeds last van je maag krijgt. En je gaat daarom allerlei voedingsmiddelen schrappen. En je denkt, eerst moet natuurlijk de vetten, want dat heeft de internist gezegd. Want dan gaat dat maagzuur en dit niet en geen gekruid eten. Maar op een gegeven moment heb je zoveel van je menu weggehaald, dat je toch ondergewicht krijgt. En het is heel moeilijk soms om dat weer om te keren. Dus ik dacht, dat is toch wel iets wat we wel zien. Zover vragen of dingen... Het is niet een officiële stoornis in de DSM-5, maar weet je, het kan wel een reden zijn soms om te verwijzen. Want ik vind, weet je, tegenwoordig zijn natuurlijk heel veel diëten, er wordt ook heel veel geschreven in de media over voeding, er zijn heel veel van die blogs enzovoort allemaal te volgen. Maar het gaat soms te extreem. En ik vind het extreem worden als je bijvoorbeeld zegt van nou, ik ga niet met mijn vrienden uit eten, want ik moet altijd alleen maar koolhydraatarm en dat hebben ze niet in dat restaurant. Weet je, als je er allerlei dingen voor gaat afzeggen omdat je alleen maar met dat dieet bezig bent. En dat je ook, wat ook een kenmerk vaak is, dat mensen ook de hele dag in hun hoofd daarmee bezig zijn. Van, nou dan moet ik dit, moet ik dat. En oh jee, ik heb nou gezondigd, want ik heb dit gegeten. Nou, als dat je zo je leven beheerst en je daardoor dus allerlei andere dingen in je leven niet kan doen. Dan vind ik dat wel een reden voor verwijzing. Want iedereen volgt wel eens een dieet. Maar goed, het gaat natuurlijk toch een beetje om het echt het ziekelijke. Daaraan, ja. Alright. Ja, wat de vraag, hè? Dan ga ik eventjes uit van de huisartsen-situatie. Ja, wat zouden jullie vragen? Er komt een moeder met een dochter van 19 naar het spreekuur. Die dochter is veel moe, die eet wat minder, prikkelbaar, vaak buikklachten. En die moeder maakt zich duidelijk zorgen, maar dat meisje heeft zoiets van, nou god, moet dat nou? En nou, gaat wel weer over. Wat wil je weten? Enig idee. Is het herkenbaar? Of zeggen van nou... Wat? Ja, moeder zegt dan... Ja, ze is toch wel bang eigenlijk dat haar dochter... Ze ziet dat ze steeds minder eet. Eerst snoepte ze niet en nu gaat ze ook wel andere dingen minderen. Moeder is eigenlijk wel bang dat ze een eetstoornis krijgt. Voor de anderen te verstaan, de vraag. Ja, van waar maakt moeder zich zorgen om? Dat is de vraag. Andere dingen. Hoe kom je erachter of zij een eetstoornis heeft? Want moeder zegt dat zij dus daar misschien aan denkt. Maar wat zou je dan aan die dochter vragen om te weten of die een eetstoornis heeft? Of dat het gewoon, weet ik veel, bij de puberteit hoort dat ze zich afzet tegen die moeder en denkt, nou, of somberheid of... Ja, of ze er wel überhaupt over wil praten. Ja. Ja, van we inventariseren of dochter erover wil praten. Ja. Ik heb gewoon een paar suggesties opgeschreven, dus niet zaligmakend. Maar je zou toch, van als moeder heeft gezegd van ja, ik maak me zorgen dat het misschien toch wel een eetstoornis is, zou je natuurlijk kunnen beginnen toch te vragen van goh, vind je het goed dat ik hier wat vragen stel over, over je eten en over je gewicht? Maak je wel eens zorgen om je gewicht? En ook gewoon letterlijk eens vragen, goh, mag ik eens horen, wat eet je nou zoal op een dag? Soms moet je gewoon echt gewoon letterlijk ergens naar vragen en ook gewoon vragen of iemand braakt. En natuurlijk kan iemand gewoon nee zeggen terwijl hij het wel doet, dat is absoluut waar. Maar er is toch wel een heel groot deel van de mensen die dan toch wel schoorvoetend zegt dat ze dat wel eens doen. Of dat ze dat helemaal vanzelf gaat, dus echt niet een vinger in de keel steken. Maar dan weet je toch wel van, nou... Of maken de mensen in je omgeving, nu weten we dat omdat die moeder dat is, maar maken die zich zorgen en zo ja, waarom dan? Ja.
Ja. Ja, ik denk dat in de huisartspraktijk zou je dat natuurlijk nog veel meer zien. Want jullie zien nog een heel gros die je niet eens verwezen krijgt. Maar wij zien ook wel mensen die echt wel gestuurd is. En er komt inderdaad een moeder mee en die is dan bezorgd. En die cliënt die denkt, ja, weet je, ik eet toch gezond? Inderdaad, ik eet koolhydraatarm. Nou en, dat is toch heel goed? Dat doet toch iedereen tegenwoordig? Die weten niet waar je het over hebt. Maar omdat de rest zich zo'n zorgen maakt, nou, daarom ben ik toch maar meegegaan naar die intake. En ik denk dat het toch goed is dat die mensen komen. Want niet dat we ze allemaal binnenkrijgen, maar vaak doordat ze merken dat dat allemaal, als je dat heel vriendelijk aanpakt en toch eens wat doorvraagt enzovoort, merk je dat mensen toch op een gegeven moment wel meer vertellen en ja, dat je toch ergens toch een soort lijnensdruk kan vinden. Want dat is natuurlijk waar het eigenlijk wat belangrijk is. He, want ze heeft er misschien geen last van, maar stel inderdaad dat die vriendinnen wel allemaal leuke dingen doen en zij kan dan niet zo meedoen, dat ze toch wel erg moe is, toch wel slecht geconcentreerd of op het school gaat het niet meer, terwijl ze eigenlijk best wel perfectionistisch is en het goed wil doen. Weet je, dan heb je misschien geen last van het ondergewicht, want dat hebben ze vaak niet, maar ja, heb je toch misschien op andere manier last. En al begin je een behandeling omdat je moeder anders zo aan je kop zeurt, hoeft ook niet te betekenen dat de behandeling daardoor niet lukt. Toch, het is toch altijd belangrijk om dat wel te doen. Ja, tuurlijk. Vind ik wel een beetje. Ja, buikpijn, moeheid zijn natuurlijk heel aanspecifieke dingen die je natuurlijk heel veel zien. Maar ik denk toch bij jonge meiden die zeggen dat ze buikpijn hebben en waarbij je denkt, ja, wat is dat nou? En weet je, let natuurlijk, als je het ziet dat iemand heel dun is of heel dik, dan denk je van, hé, ja, wat zou die eten? Maar juist bij mensen die buikpijn of zeggen van, nou, het zuur komt omhoog of dat soort dingen, kan ook zijn dat ze gewoon zoveel hebben gebraakt dat maagzuur vanzelf best wel gauw omhoog komt. Nou, dus ik zou heel laagdrempelig toch iets vragen over, goh, komt het wel eens voor dat je braakt? Ja, of zoiets. Ja. Ja, dus vandaar, wanneer aan een eetstoornis denken, ja, bij onbegrepen buikklachten, maagzuur, moeheid, slecht slapen, koud. Ja, maar er komen mensen ook die zeggen dat ze afvallen, maar dan niet bewust. Maar ja, als je dan doorvraagt op het eetpatroon, vraag je je af hoe niet bewust dat is. En het wil niet zeggen dat dus natuurlijk al die mensen dat hebben helemaal niet. Maar het is wel goed om toch altijd even na te denken. Hey, wat eet iemand? Wat doet iemand eigenlijk? En let op, je kan het soms ook zien aan mensen. Ik heb nu geen fotootje erbij, maar je hebt natuurlijk dat Russell sign. Dus dat van die wondjes op de handen van mensen die hun vinger in hun keel steken. Je kan het soms dan zie je dat, zeg maar. Die brede kaken, van het braken van de vergrote protusklieren. Of bij ondergewicht kunnen mensen ook een beetje zo'n vaalgele kleur krijgen. Of zo'n blauw-rode verkleuring aan de handen. Je ziet gewoon van, het ziet er echt ongezond uit. En het kan allemaal reden zijn om eens toch eens even na te vragen wat iemand zo al eet. Ja, en wat niet te zeggen. Er zijn misschien open deuren. Dat je zegt, dat doen we nooit natuurlijk. Maar we horen toch af en toe van patiënten dat de huisarts voelt dat ze al een paar keer zijn geweest. Maar dat ze zeggen van, ja, hoezo een eetstoornis? Je bent toch niet dun? Iemand met bulimia. Of ja, weet je, we lijnen allemaal wel eens, wil gewoon wat meer eten. We horen het toch een enkele keer dat gezegd wordt en dat werkt niet. Want er speelt gewoon heel veel schaamte en angst. En het is gewoon heel moeilijk om het te zeggen. Hè, dat je een vinger in je keel steekt en dat je eigenlijk dun wil zijn. En ja. Dan iets over oorzaken. Zoals zoveel psychiatrische ziekten is het ook bij eetstoornissen eigenlijk heel veel verschillende oorzaken. Een stuk biologisch, genen, het komt toch gewoon in families meer voor, zeg maar, als je in familie eetstoornissen voorkomt. Heb je geloof ik 50% meer kans om zelf ook een eetstoornis als kind te hebben. Verstoorde neurotransmitterhuishouding, daar komen we nog later op. En de psychologische factoren, weinig zelfvertrouwen, perfectionistisch, dat zijn een beetje patronen die je vooral bij anorexia ziet. Vaak heel negatief over hun lijf. Juist ook die periode van de puberteit en een beetje richting een volwassen lijf kan heel moeilijk zijn. We horen ook veel patiënten die zeggen dat zij
dan net even voorlopen met klasgenoten in de ontwikkeling en borstvorming krijgen enzovoort. En ja, dat eigenlijk helemaal niet willen. Ja, en dan is lijnen natuurlijk een manier om dat toch een beetje terug te draaien, zeg maar. Ja, en vaak zijn het mensen die heel gericht zijn dus op wat de ander van ze verwacht. Gezin, ja, vroeger dachten ze natuurlijk dat het ook allemaal aan de moeder lag of zo, dat iemand anorexia had. Nou, dat is absoluut niet zo, maar we zien wel veel dat er bijvoorbeeld conflicten of toch wel spanningen in het gezin zijn. En ook bijvoorbeeld trauma is toch ook een belangrijke. Ik geloof dat iets van een derde van de mensen met eetstoornissen en trauma heeft meegemaakt. Dus dat is echt fors, vandaar dat we dat ook altijd vragen in de intake. En toch ook wel de sociaal-culturele factoren, dat is gewoon een element. Het is niet van, omdat de media nu allemaal zo gebiased is op dunne modellen, hebben we allemaal een eetstoornis. Maar, en dat geldt natuurlijk ook voor de obesitas, wat Mirte zal vertellen. De maatschappij is natuurlijk wel heel negatief over mensen met overgewicht. En er zijn heel veel programma's nu op scholen voor preventie van overgewicht, wat allemaal heel goed is. Maar de anorexia-patiënt, die heeft er juist onder te lijden. Ja, het kan zijn dat het toch een trigger is van, oh, maar dat is blijkbaar heel knap als je wel goed aan de lijn kan doen. Nou, dat geeft ook een trots gevoel als jij dat heel goed kan. Die ander die eet allemaal die snoepjes en ik laat dat staan. Ja, als je al onzeker bent van jezelf, kan dat, ja. Dus dat, en wilde ik toch ook even zeggen, net weer artikel gelezen wat wel heel interessant is over van, ja, wat voor mensen en dan specifiek voor anorexia. Dus natuurlijk enige overlap met die psychologische factoren, maar je ziet dat die mensen eigenlijk dus voordat ze al anorexia krijgen, eigenlijk al angst. Het zijn vaak al als kind al angstige kinderen. Harm avoidance, dus toch wel de gevaarlijke dingen uit de weg gaan, heel vasthoudend, rigide. Als ze anorexia krijgen en ondergewicht, puur het hebben van ondergewicht, verergert die dingen ook allemaal weer. Er is natuurlijk zo'n proef geweest, dat weet je natuurlijk denk ik wel misschien uit de jaren 50, zo'n groep mannen die ze hebben laten vermageren en kijken wat er gebeurt. Die gingen alleen maar nadenken over eten, gingen recepten uitwisselen, werden helemaal obsessief en star. Het echt, dat je dacht, huh? En ze waren heel veel tijd ook bezig met dat eten. Dus dat duurt, puur ondervoeding doet al van alles met je brein. Dus als je al kwetsbaar bent en je wordt nog ondervoed. En dat maakt ook dat het zo ingewikkeld is om uit die cirkel te komen, zeg maar. Want voor jou is dit je vastigheid en dat ben je ook gewend. Je zal niet gauw iets spannends aangaan. Dus dat geeft dit, zeg maar. Veel anorexiepatiënten focussen ook op details en niet op het grote geheel. Dat maakt ook dat je samen met besluiteloosheid, dat je vaak heel erg in het hier en nu bezig bent. Voor het voorkomen van ellende nu, maar op lange termijn iets, een doel stellen, is gewoon heel erg moeilijk. Plus wat blijkt uit onderzoek naar de hersenen van mensen met anorexia, dat ze ook minder beloningsgevoelig zijn. Met name op lange termijn, er wordt ook in je hersenen minder dopamine aangemaakt voor iets positiefs. Dus ja, als je ook nog niet de beloning krijgt als je iets haalt, zeg maar, ja, dan wordt het helemaal moeilijk om te veranderen. Dus ik denk dat dat wel een deel ook wel van die drop-out zo verklaart, dat je zo erin vast blijft zitten. Ze kunnen onzekerheid moeilijk verdragen. En heel belangrijk dat ze ook de signalen uit hun lijf niet goed doorkrijgen. Wij zouden, als wij ondervoed zijn, als het snel gaat, zou je allerlei klachten krijgen. Maar als je er maar lang ondervoed bent en je hebt anorexia, je voelt heel veel niet. Dus als je een anorect vraagt, van de week ook iemand die woog 30 kilo en die werkte gewoon nog 40 uur. En ze zegt, ik voel me hartstikke fit, ik slaap hartstikke lekker, ik weet niet waar je het over hebben. Dat het zo alarmerend zou zijn. Ja, ik heb het wat koud en ik ben inderdaad misschien iets moe, maar voor de rest had ze nergens last van. Maar dat is ook omdat ze gewoon die signalen gewoon niet doorkrijgen, want in het lijf is er natuurlijk van alles mis. Want je hoeft maar de bloeddruk te meten en de pols en de temperatuur en ziet dat van alles mis is. Ja, als je weer in gewicht aankomt, dan kan dat zich weer herstellen. Ja, het is allemaal puur door ondervoeding. Ja. Dus dat is weer het positieve van het verhaal. Dan komen we over herstellen gesproken en wat de gevolgen zijn.
dit even een plaatje voor lichamelijke gevolgen. Je ziet, het kan dus van alles gebeuren. Dus een beetje bulimia en anorexia bij elkaar. Het werkt dus op het brein. Nou, daar hebben we de gevolgen er net al een beetje van gezien. Op het hart. Ik heb het hier ook op schrift. Even kijken hoor. Heb ik hier. Nou, in ieder geval op de hart komen dan zo nog. Dus koud, haaruitval, slechte genezende wondjes, botafbraak bij ondergewicht, verminderd vruchtbaar, je schildklier gaat langzamer werken, je tanden natuurlijk bij braken, dus zuur kan je tandglazuur aantasten, zul je weten. Dus dat zijn een paar dingen in ieder geval. Wat allerbelangrijkste is, is dat eigenlijk alles bij herstel van de eetstoornis weer omkeerbaar is. En op eigenlijk alleen de botafbraak na, want ja, bot wat weg is, dat herstelt zich niet meer. En de beschadiging van tanden, het glazuur ook niet. En er zijn wel veel onderzoeken gedaan van, kun je daar niet iets tegen doen, tegen die botafbraak, bisfosfonaten, of moet je vitamine D, calcium geven, of de pil, dat soort onderzoeken. En eigenlijk is het allemaal, niet echt dat heel veel helpt. Dus dat is een beetje spijtig, dat je daar eigenlijk dus weinig aan kan doen. Op zich zou het advies wel zijn als iemand komt met toch ernstig ondergewicht, dan heb ik het onder BMI 17, zeg maar. Het kan geen kwaad om in ieder geval vitamine D en calcium te nemen. Want de mensen zullen waarschijnlijk weinig olie of boter gebruiken en weinig zuivelproducten. Dus in die zin zit je nooit verkeerd om dat te doen. Ik heb een paar dingen even eruit gelicht, vooral omdat hart- en bloedsomloop, dat is wat het gevaarlijk maakt. Zeg maar, hè. Anorexia is een van de dodelijkste psychiatrische ziektes, nog steeds wel. Een deel ook wel door suïcide, doordat er natuurlijk veel comorbiditeit ook met depressie is. Maar een deel ook gewoon, en dat ligt toch vooral aan de acute hartdood. Dat kan ook bij bulimia, vanwege het braken en vanwege het kalium, daar kom ik zo nog op. Wat je ziet is dat die hartspier die verzwakt ook. Je lichaam eet natuurlijk eerst je vetreserves op en vervolgens ook je spieren. Dus ook je hart wordt echt kleiner, zeg maar, en minder krachtig. Je kan ook ritmestoornissen krijgen. En veel mensen hebben dat ze bij opstaan duizelig zijn. Dat ze heel lage bloeddruk krijgen. En een heel lage pols. Maar dat criteria komen we nog wel op. Nou, hormonen raken uit balans. Het lijf wil natuurlijk weer evenwicht. Het lijf wil een beetje op de reservestand. Dus je maakt minder schildklierhormoon aan. Vaak ook minder melatonine. Dus veel mensen met ondergewicht slapen over het algemeen toch best wel slecht ook. En sowieso ook van honger is het ook best wel moeilijk slapen. Minder groeihormoon. Dus vooral bij kinderen is het heel belangrijk om echt op tijd erbij te zijn. Want die maken ook überhaupt hun groei kan gewoon stagneren, zeg maar, door de eetstoornis. Je insulinehuishouding heeft het effect op cortisol. De hele rattenplan ook. Een soort SIADH-beeld kan je soms erbij krijgen. En die botten. Dat kwam bij onderzoek tegen, dus er zijn toch echt forse percentages. Mensen die, ik geloof al, als je een jaar of langer anorexie hebt, dat al bij 92% osteopenie wordt gevonden en bij 38% osteoporose. Dus het zijn echt forse aantallen. Ik heb een vrouw gehad van 50 die leunde over de balkon en toen had ze al de ribben gebroken. Dus ja, dat gaat niet meer terug. Braken, hoeveel tijd heb ik eigenlijk nog? Ja, precies. Daar hebben we al een beetje over gehad. Dus ook inderdaad die refluxklachten, dat soort dingen. Soms ook bloedbraken. Of heesheid. Even kijken. Eetbuien en braken, dat geeft ook eigenlijk een goed gevoel. Dus dat maakt het ook wel weer lastig. Het heeft bijna een soort verslavingsaspect daardoor. Dan belangrijk natuurlijk van braken. Het is niet zozeer dat je heel veel kalium uitbraakt, maar het is meer dat je gewoon heel veel vocht uitbraakt. En dat je lijf dat dan weer herstelt, zeg maar, waardoor je kaliumspiegel daalt. Had ik gelezen.
En laag kalium, dat zien we echt regelmatig. Het kan ook zijn dat het een hele tijd goed gaat en dat het opeens toch zakt. Dus het is wel belangrijk om bij mensen waarvan je weet dat die bij wijze van spreken een paar keer per week braken, om toch wel elke 1-2 maanden eigenlijk wel bloedonderzoek te doen. In ieder geval naar dat kalium. Ik wilde nog heel even noemen dat diabetes vooral ook veel voorkomt bij mensen met eetstoornissen en andersom. 1/3 van de meisjes met diabetes type 1, vooral die hebben een eetstoornis. En waarom? Omdat zij, als zij hoge suikers hebben en ze geven zichzelf insuline, over het algemeen zijn mensen met diabetes toch dat ze iets in gewicht toenemen. Zeg maar als mijn info niet klopt. Het voordeel van als je slank wil zijn, dan laat je gewoon die suikers enorm hoog. Want dan plas je veel suiker uit en dan verlies je weer calorieën. Dus we hebben mensen gehad die al nierfalen hebben en al een been geamputeerd. Omdat ze vanwege hun schoonheidsideaal, dus ze zo dun wilden zijn, die suikers maar torenhoog lieten. Dus dat is echt levensgevaarlijk. Nee, dan kort eventjes wat bij lichamelijk onderzoek. Algehele indruk, bloeddruk, pols, temperatuur, huid, hart, longen, buik. Gewoon eigenlijk toch screenend onderzoek. Bloedonderzoek, dat kun je ook teruglezen dan in de handout. Maar dit is in ieder geval wat er wordt aanbevolen in de richtlijn. Er is een nieuwe richtlijn in de maak. Maar dat is ook vergelijkbaar. Dus bloedbeeld, natrium, kalium, nierfunctie, leverfunctie, albumine en glucose vanwege de hypoglycemieën die toch regelmatig nog voorkomen. En dit is een ander plaatje, dus ook van je moet soms ook bloedonderzoek doen om uit te sluiten of er niet iets anders aan de hand is. Als iemand van morbide obesitas komt, natuurlijk komt het niet vaak voor, bijvoorbeeld ziekte van Addison, maar goed, het is wel netjes om wel gescreend te hebben. Een ECG. Nog even bij qua indicatie, dat kunnen jullie teruglezen. Deze is misschien belangrijk voor jullie, wanneer is het nou zo ernstig? Want het kan natuurlijk zijn dat je als huisarts ook iemand niet gemotiveerd krijgt om behandeling voor eetstoornissen aan te gaan. En wanneer grijp je dan in? Wanneer moet je gewoon zeggen, je moet nu gewoon naar de internist bijvoorbeeld, of je moet gewoon worden opgenomen. Dat is toch bij ernstige bradycardie. Hypothermie, uitputting, spierzwakte, dat als iemand gewoon door zijn hurken gaat en ik kan niet meer zelf overeind komen, dat is toch een teken dat het lichaam echt helemaal uitgeput raakt. En kalium, natuurlijk als dat laag is en zeker als je ook nog ECG-afwijking hebt, dat soort dingen, of aanwijzingen dus voor flauwvallen door mogelijk hypoglycemieën. Dat even. Dit voert nu misschien te ver, maar misschien als daar vragen nog over zijn van wanneer kan je iemand dan gedwongen behandelen, dan hoor ik dat. All right. Zijn er nog vragen? Zijn alle vragen gesteld? Ja, dan is het duidelijk. Ik heb wel een vraag. Hoe kan je nou een eetstoornis met dermate ernst differentiëren van een body dysmorphic disorder? Dat kan je, soms is het heel lastig, maar over het algemeen is het toch dat bepaalde delen van het lijf worden als veel te dik ervaren. De meeste anorexiepatiënten, als je dat doorvraagt, zeggen ze dat vooral hier echt een probleem vinden, maar dat ze ook wel zien dat die armpjes dun zijn. Of die zien zichzelf een foto, zeggen, hier zo, ach, ik krijg zo'n, dat is allemaal wel dun, maar dit niet. En in die zin is natuurlijk het principe van die body dysmorphic disorder geldt natuurlijk wel. Want als je natuurlijk heel vaak naar je neus kijkt, zie je neus ook groter. Zeg maar. Dat gebeurt ook met die buik. Omdat je daar zo vaak naar kijkt, zien zij hem ook echt veel groter dan wij. Maar zolang het maar geconcentreerd is op inderdaad buik, heupen enzovoort dingen, wat dus te maken heeft met gewicht, met schoonheidsideaal, om het zo maar te zeggen, dan noem je het anorexia. Als iemand zegt, maar mijn oren zijn heel erg raar, dat is niet de standaard die we zien bij anorexia. Maar we hebben wel soms mensen die zo'n negatief lichaamsbeeld hebben, dat ze eigenlijk alles aan zichzelf walgelijk en lelijk vinden. En dan gaan we niet los daar nog dan een BDD diagnosticeren. Zo'n beetje. Heeft u nog een advies hoe je de diagnose stelt met een gevalideerde vragenlijst? Of is het op het beeld en het gesprek? Het is vooral beeld en gesprek. En ik kijk even naar Elske ook over vragen. Jij hebt natuurlijk de EDEQ. Dat is denk ik de beste die er is.
Ja. Ja. Dus dat. Ja, en anders dan nog. Ja. Ja. Kan je even zeggen wie je bent en waar je werkt? Ja, vooral dat. Diagnostiek ook en comorbiditeit. Omdat het toch, als die dusdanig ernstig is dat de behandeling voor de eetstoornis ook wel in de weg staat, is het belangrijk dat we dat behandelen. En meestal kiezen we dan voor medicatie toch. En omdat bijvoorbeeld depressie, angst en dwang komt natuurlijk veel voor. Dus dan kun je denken gewoon aan antidepressiva. Bijvoorbeeld fluoxetine, dat is in ieder geval het meest is onderzocht bij bulimia. Ja, dus vooral voor dat soort dingen. Ja. Laatste vraag. Hoe vaak gaat het samen met de persoonlijkheidsstoornis? Heel vaak. Ja, ik denk 50-60% van de patiënten heeft een persoonlijkheidsstoornis. En dat hoeft geen contra-indicatie te zijn, tenzij iemand natuurlijk heel suicidaal is en elke week in het ziekenhuis ligt omdat ze zichzelf snijdt. En weet ik van, als dat die emotieregulatie zodanig is dat je niet daardoor gewoon een behandeling kan volgen, omdat je continu is er weer wat, ja, dan wordt het heel moeilijk. Dan raden we aan, probeer eerst persoonlijkheidsbehandeling. Kijk, bij bulimia kan je dat nog wel doen, maar bij anorexia vanwege het ondergewicht en het lichamelijke gevaar wordt dat soms heel ingewikkeld. He, want de persoonlijkheidsstoornis zegt terecht, denk ik, met een BMI van 14, 15, ja, wat moeten we met zo iemand? He, je kan eigenlijk de persoonlijkheid niet behandelen. En wat we ook zien, en dat is ook belangrijk om te weten, is dat als mensen met ondergewicht aankomen, heb je ook kans dat je helemaal geen persoonlijkheidsstoornis meer ziet. We hebben mensen gezegd, waar iedereen zei, oh, dat is echt borderline. Nou, die was op gewicht, er was helemaal niks van te merken. Was volstrekt, ja, heel gewoon. Ja. Ja, dus dat je niet te snel oordeelt over iemand die een eetstoornis heeft. Dat je denkt, oh, maar die heeft en dit en dit en dit en de depressie in de persoonlijkheid. Heel veel kan opklaren door puur het behandelen van de eetstoornis. Ja. Dankjewel. Ja.